Ja, daar zitten we dan. Eindelijk de zon die op gaat komen bij het begin van een aflevering. De vorige keer hebben we gigantisch lang lopen zoeken naar diamonds tevergeefs. Dat betekent dat er maar één ding op zit om aan diamonds te komen. Denk jij wat ik denk? Ja? Ja? Goed geraden dan, want ik denk precies hetzelfde wat jij denkt. Nou, ik weet eigenlijk helemaal niet eens wat jij denkt. Ik sowieso nu de pineut ben... Althans. Kijk. Kom gewoon niet bij me in de buurt. Dit kunnen. Ik heb echt gewoon letterlijk één hartje nog over. Ik moet gewoon wortels maken. Ik heb in ieder geval... boommeel. Dus... oh, wat gaat dat gesis lang door? Wat we kunnen doen... is gewoon even een ho maken. Kijk, want dan kunnen we in ieder geval... kijk, hoppa. Even gewoon lekker wat worteltjes maken. Dan heb ik in ieder geval iets te eten. Hoppa. Nou, kijk eens. Zo. Toen hadden we 0 wortels. Of 1 wortel. En nu hebben we er gewoon al 5. Eten. Eindelijk van onze enige hartje af. Oh, wat ben ik hier blij mee, zeg. Nou, we gaan gewoon lekker die hele waterkant volgooien met wortels. Maar onze food stack is er. Ben ik heel blij mee. Nu alleen nog wat ik zei. De diamonds. Nou ja, helaas pindakaas. Die hebben we nog niet. Ik heb alle vertrouwen in dat dat nog wel gaat komen. Ik hoop dat dit voor voorlopig even genoeg wortels zijn. Ik moet gewoon een mooie farm, een mooie plek, alles maken nog. Maar... hey joh! Ja, kijk eens hier nog een paar hele mooie plekjes. Prachtige plekjes. Hé, ik heb ook een seed. Of een weed seed. Laten we die ook gewoon nog even plaatsen. Zo. Nou, alles ligt er. En ik heb eten. Daar ben ik heel blij mee. Nou, 10 wortels kan ik wel even mee op pad. En even mee vooruit. Cactussen, die zijn ook aan het groeien. Heel nice. Ook blij mee. Kijk, dat is het voordeel dat je een beetje op zo'n mixed gebied zit. Zo. Hoppa. En die zetten we ook weer even terug. Mijn plan was voor vandaag... nou, in ieder geval voor de vorige keer zijn we gigantisch ver deze mine ingekropen. En tevergeefs na dik een uur spelen nog ineens 1 diamond gevonden. Toen dacht ik van ja, dan zit er niks anders op. Ik heb nog niet eens, moet ik kijken, ik heb nog niet eens full iron. Oh, ik kan trouwens wel full iron maken. Zullen we dat, nee, weet je, die moet ik bewaren. Ik heb namelijk een plan. Ik hoop dat jullie zo aardig willen zijn niks te willen zeggen. Ik zal het zeer zeker waarderen als dat het geval is. Want wij gaan iets doen wat misschien niet mag. Maar voor ons misschien wel een keer handig uit kan pakken. Hé, hey, oh, hé, hey, hier hebben we nog meer cactussen. Zullen we deze gewoon meenemen en bij de rest zetten? Laten we gewoon voor ons huis een cactusfarm maken. We hebben er vrij weinig aan, maar het zal wel leuk zijn. Doe me een beetje denken aan de oude Skyblock tijden, weet je wel? Dat je met de cactusfarm geld begon te verdienen. Oké. Okay. Mapkaart staat voor mijn neus, want ik moet even ergens naartoe. Het gaat helemaal perfect. We nemen gewoon alles mee wat we zien. En nogmaals, ik verzoek jullie vriendelijk om niks te gaan zeggen. Oké, okay, bootje, jij blijft hier staan. Dit wordt een beetje een geheime missie. Ik heb namelijk een introductie gehad van Duncan. En die heeft ook een beetje zijn basis laten zien. Alleen ben ik nou vergeten hoe het ook alweer eruit zag. Wat ik wel weet, is dat hier ergens beneden... die basement zit van hem. En toen dacht ik van ja, aangezien ik geen diamonds kan vinden. En Duncan vast wel ergens diamonds heeft. Gaan we gewoon even lenen zonder terug te geven. Ik denk dat dat best wel, ja, dat best wel een goeie is. Oh ja, zo werkte dat, hè. Zo, daar gaan we. Oh nee, hier omhoog, hier naar beneden. Dat was hem. Chips, 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 chips. Help me onthouden, ik moet dat ding dicht doen straks. Anders heb ik er niks aan. Oh, hij heeft zelfs een shulkerbox. Als dit de beruchte diamondkist is... Zou die ook een vette gearkist hebben of zo? Oeh. 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 Damn. Oeh. Oeh. Hier, hier wil ik eigenlijk ook wel wat van hebben. Maar we moeten doen dat het niet opvalt. Wat zou... zouden we full diamond kunnen pakken, denk je? Kijk, achievement gemaakt. Niks zeggen tegen Duncan. Help. Hoi, poes. Niks zeggen tegen je baasje. Wat is dit nou weer? Oh, hij heeft een aquarium. Ho, fiets, fiets, fiets. Ik zit tussen de vissen. Ho, zo. Oké, eruit, eruit, eruit.
Waar is een crafting table? Oh, hier. Wauw, voor mijn neus. Al die tijd al. Nou, moet je kijken. We hebben full diamond. Niks zeggen. Ik maak ook gewoon meteen een zwaard. Zo. En een pickaxe. Kan dat er allemaal nog vanaf? Duncan zal denk ik niks doorhebben. Zo. Niks zeggen. Niks zeggen. Oh, 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 oh. Vleesje blijft recht staan. Oh. Zou die het doorhebben? Ik hoop van niet. Ik doe de deur dicht. Dan valt het niet op. We gaan eruit. Deze dicht. Nou, het is net alsof we nooit geweest zijn. Oeh. Als ik dit pak en terugplant, zou die dat erg vinden? Of zou dat opvallen? Oh, er missen er eentje. Zo. Als ik dit nou terugplant. Nee, zou die vast niet erg vinden, toch? Een klein beetje. Ik zorg dat het er weer netjes staat. Zo. 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 Klein beetje. Ja, oké. Okay. Sorry, niks zeggen. Jullie moeten ook absoluut niks zeggen tegen Duncan. Ik zal zorgen dat ik hem ooit rijkelijk beloon. Laten we dat afspreken. Is er trouwens iets nog bij de... Oh, de quest tower is groen. De quest tower is groen. Oh, laten we dat de volgende keer doen. Ik heb in ieder geval eindelijk een gear upgrade. Kijk hoe vet. Hoppatee. Kijk, nu kunnen we ook gewoon heel rustig de mine ingaan. Hoeven ons geen zorgen te maken. We hebben in ieder geval wat eten. Dus dat is ook heel chill. Nu moeten we ons gewoon een beetje voor gaan bereiden op de rest van de dingen. Hey kat. Ja. Dat betekent namelijk dat wij op een food farm moeten we gaan maken bij onze boerderij. Wow, Link is ook knijters ver met zijn sugarcane, zeg. Holy moly. Wat is Link hier allemaal aan het doen? Mijn bootje staat in ieder geval ergens hier aan de zijkant. Damn, Link heeft ook echt veel sugarcane, zeg. Ah, mogen we vast wel een beetje van lenen. En zo niet, dan denk ik dat we het wel horen. We hebben niet veel gepakt, hè. We hebben het netjes gehouden. Dan kunnen wij, hebben we gewoon... Allemaal geleend. Oh. Wat doe jij in mijn boot, joh? Nee, gast! Mijn boot! Nee! Wat doet hij in mijn... Oh, ik heb mijn boot nog. Wat deed hij in mijn boot? Gauw naar huis. Zo. Niemand heeft iets gezien. Wow, hier staan ook vet veel cactussen. Zie je dat? Maar, ik kan jullie aan. Ik heb nu full diamond. Ben niet bang het te gebruiken. Hoppa. Dankjewel, creepert. Ja, hier is in ieder geval een slagveld geweest. Holy moly. Er zijn hier echt veel. Maar dat geeft niet. Haha, ik dodge zo'n arrows. Nou, die niet dan. Ik hoop nog meer pijlen van jou te... Dodge! Oh, fiets. Nu gaat het denk ik wel heel hard. Kom maar op. Even rustig eten. Hij kijkt naar mij. Ja, wel in gevecht. Hier! Nou, dat was ook mijn enige pijl die ik had. Wow, wat is dit, joh? Alsjeblieft, laat even achter in de reacties wat voor zombie dat was. Die gaat exploderen. Sorry. Oh, kijk eens hoeveel cactusdingen hier staan. Nu kunnen we rustig terug naar huis. Zo, dit zit allemaal aan de andere kant. Yes! Waar ben je? Kom hier, jij. Oh, fiets. Ik word in één keer heel hard geraakt door iets. Is dat de Enderman? Yes, een enderpearl! Woehoe! Oh, hier ben ik heel blij mee. Hier ben ik heel blij mee. Oké, voor Link, als hij hier een keer komt, mag hij hier allemaal sugarcane pakken. Jemig, waar blijven jullie vandaan komen, joh? Yes, full leather! Maar je krijgt ook helemaal niks ervan. Nou, laten we in ieder geval zorgen dat als mensen hier komen, dat ze ook in ieder geval wat van onze spullen kunnen pakken, mochten ze het nodig hebben. Zo, kijk eens, cactus staat ook weer netjes. Oké, dat kan dus hier niet meer, maar hier nog wel. Zo, cactus staat ook gevuld. Er staat een creeper op ons dak. Lekker, maar niet heus. Even kijken, heb ik weer bones? Ik heb weer bones. En ik zag hier nog een skeleton. We kunnen gewoon even wat skeletons neerjagen. Auw. Zodat we in ieder geval wat eten hebben. Niet bij mijn huis. Rijdende kippenzombie!
Oké, het is hier wel een beetje heel erg gezellig, druk, knus. Gaan jullie maar even met elkaar knokken. Echt verrekte mini-zombies altijd, joh. Ik hoor iets, maar ik zie het niet. Zo, bones. Dat is eigenlijk het ding wat we nodig hebben, bones. Hier kunnen we wat mee. Was het nou weer een... Nee, was geen mini-zombie. Zo. Ah, zo, we hebben in ieder geval de nacht overleefd. Gevochten voor het leven. We moeten even gaan bedenken hoe we dit mooi gaan maken. Hebben jullie... Laat even achter in de reacties of jullie wat leuke ideetjes hebben hoe we dit vet kunnen gaan maken. Mij lijkt het vet om zo'n water aan het huisje te maken, weet je wel. Met van die mooie palen en zo. Dus misschien vanaf deze heuvel. Laat ik... Oh, kom hier. Je bent aan het doodbranden. Dan wil ik de laatste klap, krijg ik je bones. Of twee pijlen. Ook goed. We kunnen zo'n mooi huisje maken vanaf de dinges met zo'n hele mooie balustrade eraan en zo. Dat zie ik wel zitten. We hebben 22 bones. Dat is in ieder geval nice. Oh, wat? Is dit nieuw? Ik heb echt veel te... Wat is dit? Dit kon vroeger nooit. Ah, je moet hem er echt tegenaan plakken. Anders krijg je twee enkele kisten. Sick. Goeie update. Zo, hoppa. We hebben bones. We hebben een beetje vlees. En het mooiste zou zijn als we zo snel mogelijk dan eigenlijk een enchanting table en al hebben. Dus we hebben nu een ender pearl. Dat betekent dat we naar de nether moeten, dan de end moeten gaan zoeken. Ja, ik heb er alle vertrouwen in. Laten we gewoon even kijken wat hier op de heuvel is. Hallo jochie, jij staat hier om de hoek. Wil jij niet onder mijn dak gaan hangen? Jongen. Als we hier nou een soort van... Zo'n huisje bouwen. Gewoon zo'n heel simpel huisje. Of wat was een simpel? Een mooi huisje, gedecoreerd en al. En dat daar een soort van geheime doorgang zit. Waardoor je daaronder een hele vette basis maakt ofzo. Dus dat we een gedeelte van dat water eruit gaan hakken. Van het meer. Dus dat we zeggen van oké, hier gaan we eerst wat plaatsen. Daartegenaan komt glas. Kijk, maar we zitten toch in het zand. We kunnen alvast een gekke glas gebeuren maken. Dat is nog helemaal niet zo heel raar. Laten we in ieder geval eerst zorgen dat even al deze bomen weg zijn. Dan gaan we de boeier een beetje opknappen. Nou, dat het avond is, geeft wel aan hoe lang we bezig zijn geweest. Kanonnen. Oh, ik bedenk me trouwens net. Ik heb helemaal niet netjes een bordje achtergelaten bij Duncan. Ja, maar dan verraad ik mezelf natuurlijk ook een beetje. Als ik nou gewoon naar Duncan ga en ik zet gewoon één bordje neer met... Sorry, het spijt me. Dan heb ik in ieder geval netjes sorry tegen Duncan gezegd. En hopelijk is het ermee eens. Ja, dat... Oké, weet je wat? Ik ga gewoon naar Duncan toe. En ik zet er gewoon één bordje neer. Sorry. Laat ik dat wel even snel doen. Oké, dat fixen we de volgende keer wel. Kijk eens met dat bordje. Yeah! Nu ben ik net zo'n verkeersklaarovertje. Oké, hey, daar zijn we weer. Wow, een witch! Weg jij. Lelijk echt. Oh, niks spannends. Dit zal hij niet missen, denk ik. Het spijt me. Sorry. Zo, dit zal hij hopelijk begrijpen. Althans, ik hoop dat hij het begrijpt. Oké, nou, slash home. Zitten we hier safe? Ja, hier zitten we safe. Dit maken we dicht. Voor tijdelijk dan. En dan gaan we de volgende aflevering gewoon een mooi huisje maken. Daar, bovenop de berg. Dit is aan het opruimen. We kunnen dit een beetje hoger gaan maken. Laat even achter in de reacties wat jullie daarvan vinden. En dan kunnen we hier gewoon een hele vette spot van maken. Hé, een appeltje. Die wil ik wel hebben, want ik heb echt bijna geen eten. Twee appeltjes zelfs. Oh, smikkelen. Oh, nog een appel daar. Smikkelen. Nou, bedankt voor het kijken. Niks tegen Duncan zeggen. Please, besparen me. Ook niet tegen Link. Dat ik een paar van ze... Ja, wat is het? Een paar van zijn sugarcanes heb meegenomen. Ik heb de onderkant laten staan, dus het goed vanzelf aan. Tot de volgende keer. Duimpje omhoog. En ciao!